De eerste uitzending van Prof en Prof. Praten over het recht, praten over het leven in een prachtige setting. U ziet het, boten, treinen, wat wil een mens nog meer? Met vaste rubrieken. Prof en boek, prof en poëzie, prof en podium. En als centraal verbindend thema, recht is rond. We hebben er zin in. De koffie staat voor u klaar. Kom Bernard, aan de slag. De brug verbindt de oevers van de kolkende rivier. Een dunne draad tussen kind en de oude aarde hier. Noodzakelijke doorgang voor wie niet stil wil blijven staan. Voor allen die moeten reizen, die verder gaan. Zo, daar zijn we weer, dames en heren. Onze eerste breakout. We mogen weer, we zijn er weer uit. Hè? De wereld gaat weer open, Bernard. De wereld gaat weer open. Ja. Het was ook mooi om te horen van de week. Komisch dat het oudste beroep ter wereld ook weer aan de slag mocht. Ja, dat hoorde alleen ze waren te laat ingelegd, begreep ik. Ja, ja, weet niet ja. Hoe ik me dat moet voorstellen. Klop, klop, klop op het raam. Jullie mogen weer. Ja, of, mogen weer. Ja, dat hoe dat allemaal werkt. Maar ja, alle gekheid op een stokje. Mm-hmm. Wij mogen ook in ieder geval weer. En ja, weer terug. We gaan lekker terug in het leven. En, precies. En lekker over het recht kletsen. Recht is rond, Bernard. Recht is hartstikke rond. Ja. Ja, je kunt het zelf zien. Ja, ja, het is ons aan te zien. Ja, dat, we gaan er iets moois van maken. We hebben opgesloten gezeten en nu komt weer alles. We mogen alles weer, we mogen weer aan de slag. Maar misschien wel even van belang voor de kijkers thuis. Hè. Mm-hmm. We horen toch wel speciale klanken. Ik ken ze al. Ja, ik ken ze al 20 jaar, ze zijn zeer warm, ja. Maar goh, Jeroen, namens de kijkers zeg ik, wat klinkt je raar. Ja, ik kan me heel wat goed voorstellen. Klinkt je raar. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat een eerste opmerking is als je mij eens live hoort praten en ziet praten. Het is ook een beetje aan mij blijven kleven. Ik moet zeggen, het begint langzaam, begint het iets te verdwijnen, maar je moet je roots nooit verloochenen. He, ik ben natuurlijk in het oosten des lands opgegroeid, in het Twentse. En ja, eigenlijk is agrarisch recht op een later moment in mijn leven, maar daar zullen we het misschien ooit wel eens over hebben in een van de uitzendingen, is dat op mijn pad gekomen. En ik ben eraan blijven hangen, omdat dat, als je recht beoefent en je praat met een accent, dan is het agrarisch recht natuurlijk een warm bad. En ook eigenlijk de enige logische, meest logische plek waar je terechtkomt. Maar om dat accent eens even uit te leggen. Want ik vind eigenlijk, hè, ja, we gaan het zo even over het accent aan de andere kant van de tafel hebben. Want ik ben niet de enige die klanken uitstoot die aan de gemiddelde Nederlander iets vreemd zullen oproepen. Of ik roep wel, Jeroen, wat klinkt je raar. Maar ik hoor, ik hoor de kijkers thuis natuurlijk denken, schooltje, dat klinkt nog 10 keer zo gek. Maar daar gaan we het ook nog wel over hebben. Maar ga vooral door. Ik zie één verbindende factor, Bernhard. Wij wonen allebei, zijn we opgegroeid in grensgebied. We wonen natuurlijk in het natuurlijke midden, eigenlijk allebei in het Nijmeegse. He, dus ik ben afgezakt, jij bent opgestegen. He, zonder dat ik daar een kwalificatie aan verbind. En hier lopen de rivieren natuurlijk. Hè? En verder stijgen dan naar Groningen kan ik straks ook niet. He, dus ik stijg straks ook wel weer op, maar dat is tijdelijk. He, mijn thuissituatie zal Nijmegen blijven. Maar om jou even een indruk te geven, wat praat je raar, dat het nog wel een stukje erger kan. En ook om aan te geven hoe mijn roots, hoe het in mijn jeugd heeft geklonken. En als ik vaak thuis kom in het weekend, klinkt het ook zo. Ga ik jou even van onze onvolprezen en jou denk ik niet onbekende Willem Wilmink een kort verhaaltje voorlezen waarmee ik een mooi bruggetje maak. Hè. U ziet het bruggetje op de achtergrond. Maar ik wil het bruggetje maken tussen poëzie en recht. Hè. Prof en poëzie zou je kunnen zeggen als categorie. En het is een, denk ik voor jou ook wel bekend uit je jeugd misschien, fenomeen dat je op een verjaardag komt. Hè. De mooiste gesprekken ontstaan op de verjaardag, maar soms ook zijn verjaardagen tenend krommend. De laatste categorie wordt beschreven door Wilmink. Op het Twents, in de Twents. Maar ik vertrouw erop dat
de kijkers, hè, met ondertiteling erbij desnoods, wel mijn boodschap weten te destilleren uit het verhaal. Het gaat om een verjaardagsvisite waarin je eigenlijk zoveel ellende hoort van andere mensen, dat je er zieker uitkomt dan dat je er naartoe gaat. Ik zal het, en er komt een voor jou niet onbekend persoon in voor. Dat is even waarom ik het aan je voorlees. De titel van het gedicht is op zijn Twents, en die zijn een meester in het terugbrengen van lange woorden tot 1 of 2 lettergrepen. Heftan Tatat. En Heftan Tatat is, ja, het klinkt verder buitenlands dan Twents, maar Heftan Tatat betekent hij heeft het aan zijn hart gehad. Dus hij heeft een probleem met zijn hart. Daar komt hij. Heftan Tatat. Zondag weer verjeurs verseerd. En die weet wel hoe dat geeft. Herman heeft zo zeker wes. Graats mus ook weer onder het mes. Trui heeft ze alles voor de nom. Klaas is uit de tieten komen. Leida heeft zo'n pin in het lief. Oh, dat arme, arme wief. En hoe is het dan met Bernard? Heft aan tatat. Heft aan tatat. Hij had veel te veel patatat. En door heft hem dus aan het hatat. Dat genuil, oh man, doodzeek gooi op hoesopan. Dat is even de sfeer waar we in terecht komen. Prachtig. En de klanken zijn daarmee goed, ja, vertaald. Ja, ja, maar je ziet het. Gelukkig, deze Bernard in dit gedicht ging het niet zo goed. Maar deze Bernard aan deze kant van de tafel. Het gaat goed met me, ondanks deze bijzondere tijden. Veel, ja, veel mogen wandelen natuurlijk. Ja. Nou, ja. Langs Maria Beeld en allerlei leuke kapelletjes. Maar van de week had ik toch wel echt het hoogtepunt. Het gaat inderdaad goed. Ik kreeg een Maria-verschijning. Een Maria-verschijning? We hebben natuurlijk Bernadette aan de God. Daar ben ik mee opgevoed. Vertel. Maar van de week kreeg ik zelf een Maria-verschijning. Want we hebben het allemaal kunnen zien, de kijkers thuis. En het is zeker geen politieke boodschap, maar het heeft wel diepe indruk op me gemaakt. Opeens was daar, dat kenden we nog niet, Sigrid Kaag. Sigrid Kaag kwam op tv als de nieuwe vrouwelijke premier. Nou, dus ik denk de link tussen Maria en Sigrid Kaag. Ja, het voelde wel als er komt opeens iets wat je niet verwacht, uit het niets op je af, uit een andere wereld, een andere dimensie. We gaan wellicht een andere kant uit, maar het is natuurlijk geen politieke boodschap. Maar de hele verschijning, dat past misschien ook bij het programma dat ik dat nader uitleg. We gaan natuurlijk proberen om allerlei gasten aan tafel te krijgen uit de juridische. Al een mok klaar staan voor de gasten. En we gaan proberen ook even los van de politiek om Sigrid Kaag aan tafel te krijgen. Je moet altijd iets hebben om nog te hopen en van te dromen. Ja. En dan gaan we haar de belangrijke vraag stellen. Heeft u nog tips, zeker in deze moeilijke dagen? Want dat gaat ons aan het hart, Merk. Dat gaat ons letterlijk aan het hart. Ja. Maar dus als je zegt, Maria verschijning, ze heeft mij. Ik had het idee, er komt er eindelijk eens iemand op tv die gewoon ook niet om de hete brei heen draait. Maar ook gewoon durft te zeggen. Het zou toch geweldig zijn als Sigrid de eerste is. En anders zijn er nog wel andere. Absoluut. Maar dus ook voor de kijkers thuis. Dus wellicht komen we elkaar ook hier aan tafel. De keukentafel is groot genoeg. De keukentafel is groot genoeg. Maar we moeten ook aan de slag. Hè? Het moet alleen flauwe kulletjes zijn. Dat wij vinden dat de flauwe kulletjes en het serieuze werk in het leven in elkaar over moeten lopen. Zoveel mogelijk. Maar eens even kijken wat zich in de rechtspraak de afgelopen tijd afgespeeld heeft. We noemen het het arrest van de maand, bij wijze van spreken. En Prof en de rechtspraak. We hebben wat dingetjes voorbij laten komen. En we hebben er eentje uitgepakt die we eens allebei los van elkaar heel kritisch bekeken hebben. Zal ik ondertussen even voor koffie zorgen, Bernard? Want het staat ons hier zo mooi aan te staren. Dan zorg ik even voor alles. Kunnen we inwijden. We hebben ook bewust even los van elkaar gekeken. En dat kwam een beetje omdat we zo weinig kritiek ook hoorden. Ja. Op de rest. Dat is een hele bijzondere casus. Zo bijzonder dat we hem bijna niet hoeven te herhalen. In die zin dat hij ook in de media heel veel voorbij kwam.
En het verhaal alleen al was al heel bijzonder en verdrietig. En dan hebben we het over de fatale huwelijksreis. De Dominicaanse Republiek was het, geloof ik, een stel dat net getrouwd was of geregistreerd. 12 dagen getrouwd. En dan huwelijksreis. En we weten allemaal wat er gebeurde. Via een visje. Ja, een roofvis heb ik me laten vertellen. Overleden. In die zin zijn ze ziek geworden door die vis. Maar is het allemaal heel snel gegaan. En zelfs, maar bekend bij iedereen, zelfs zo snel. Ja. Dat het iets wat, van 20, 25 minuten tussen de twee overlijdens zat. Dus een hele bijzondere casus. Ja, en de mensen uit de notariële wereld, die denken dan gelijk aan een testamentje maken, rampenclausule. Noem maar op. En uiteraard was dat de oplossing. Dus. En dat zou ook de oplossing zijn. Alleen dat was net de clue dat er geen testamenten gemaakt waren. Er was ook een gemeenschap van goederen. Misschien dat we dadelijk nog iets daarover over zeggen. En ja, dus inderdaad, men overleden 1, dat stond dus vast. Anders dan artikel 2 van boek 4, de Comeriente regeling, die speelt alleen op het moment dat niet vaststaat wanneer je overleden bent. Maar in dit geval was heel nadrukkelijk geconstateerd, niet ter discussie, wanneer de laatste van de twee overleden was, dat stond vast. Toch heeft rechtbank en hof daar wel enorm veel ruimte aan besteed om die Comoriente regel niet van toepassing te laten zijn. Hè? Precies, dat zou ook in één zinnetje hebben gekund. Ja, in die zin, want je zou verwachten van dat die regeling is net voor een tegenovergestelde casus. Want hier was duidelijk. Ze hebben nog dat het niet vaststaat, inderdaad. Precies. Dat je de verkeersongevallen, noem maar op, al dat soort situaties. Ja. Dan kom je in die zin, of in die hoek terecht. Alleen hier zou je kunnen zeggen, we komen hier niet aan toe, bij wijze van spreken. Nee. Dat is was wel uiteindelijk de conclusie, maar daar ben ik helemaal met je eens. Ja. En er was relatief veel aandacht voor, terwijl het op zich duidelijk vast stond wanneer en welke volgorde men overleed. En toen de rechtbank, groter, als ik het zo mag zeggen, een flinke saus redelijkheid en billijkheid. Daar zijn recht is rond, zag ik daar. Ja, dus, recht is rond gevoel, waarbij dus ook inderdaad de nalatenschappen als het ware in twee delen, althans in twee helften even economisch gezien worden, in de zin van het gaat naar beide families. Terwijl anders, als de een van de een ander erft, dan gaat het hele vermogen die kant op. En dat heeft dan als effect dat het ook in die familie dan verder terechtkomt. Ja, waarbij hier nog aan één kant één moeder was. En aan de andere kant waren er meer mensen, ook halfbroers en halfzusjes die daar meededen. Ja. Maakt voor de casus op zich niet uit. Maar je ziet het in de rechtszaal gebeuren. Hè, dat aan de ene partij moeder alleen zit. En aan de andere kant zit er een hele schoonfamilie. Een heel clubje. Maar ik denk voor het denken, maar dat zei je ook al. Ja. Nee, dat je moet zeggen, van dat is ook het wezen van het erfrecht. Als het ergens terechtkomt. Ja, de ene keer moet je het met drie man delen. Ja. En de andere keer... Welke parentelen er ook zijn. Ja, ja. Bij wijze van spreken. En dan plaatsvervullers en noem maar op. Precies. Dat moet niet uitmaken. Dus we zien in ieder geval twee families voor ons. En waar ik dan uiteindelijk over... Of viel in ieder geval toch met die kritische blik. Dat eigenlijk als ik er één woord uit mag pakken... Dan was dat het woordje uitzonderlijk. Uitzonderlijk, zeer uitzonderlijk. Er zit een zware klemtoon op het woordje uitzonderlijk. En dat had te maken met van die rechtbank, in zo'n gevallen. Die heeft met name die flinke saus, redelijkheid en billijkheid. Omdat het is nogal wat. Huwelijksreis, samen uit, samen thuis. Ja. En in dit geval liep dat dan helemaal verkeerd. En ga je dan inderdaad kijken, heeft iemand 23 minuten langer of niet langer geleefd, zeg je niet van ik zie daar gewoon twee nalatenschappen van los even van allerlei Comeriente regelingen. Zeker. Van mensen die gelijktijdig, althans in dezelfde trip, dezelfde vis, dezelfde omstandigheden. Het woordje samen viel ook veel. Het woordje samen veel, zeker bij de rechtbank, hartstikke veel. Moet je dan niet zonder meer op een andere manier gaan kijken. En dan dat woordje uitzonderlijk. Ja.
Dat is eigenlijk tegenover redelijkheid en billijkheid, of redelijkheid en billijkheid, neergezet wordt. En dat kunnen we volgen, denk ik. Jawel, dat er uitzonderlijke omstandigheden moeten zijn. Precies. Voor redelijkheid en billijkheid. Maar dat men hier net de kant uitging. Van ja, dit is niet uitzonderlijk genoeg. Tenminste, als ik het... Als Hof goed beluister en ook lees, hè, dan zie ik ook inderdaad dat die spanningsveld waar de rechtbank zei. En ik, ja, dus persoonlijk toen ik het las, was het voor mij volkomen te begrijpen. Dat ook de rechtbank letterlijk er nog bij zegt, het druist in tegen het rechtsgevoel. Hè, als we hier de regels onverkort zouden toepassen. Ja. Hè, dus als recht is recht zou zijn in plaats van recht is rond. Ja. Zou het indruisen tegen het rechtsgevoel. Dat verdwijnt bij het Hof. En het Hof zegt inderdaad, de omstandigheden die de rechtbank uitzonderlijk, zeer uitzonderlijk vond, zijn voor ons niet uitzonderlijk genoeg. En als we nog even naar de argumentatie kijken die eronder ligt, daar vond ik toch wel wat bijzondere, ik weet niet of jij dat ook nog gevallen is, wat bijzondere elementen in zitten. Met name dat daar heel erg de nadruk werd gelegd op de samenstelling van het vermogen. En over het feit dat... Zei dat die gemeenschap van goederen als filosofie economisch... kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar jij bedoelt meer de losse bestanddelen. De losse bestanddelen, hoe dat dan ook samengesteld is. Ja. Kijk, wat ik wel goed vond, en dat had de rechtbank ook laten zien... dat daar gezamenlijke opbouw in zat. Er zat geen enorme discrepantie tussen het aandeel van de een en het aandeel van de ander in de opbouw. Familievermogen zaten er ook grote schenkingen. Ja. Maar waar hier met name dus inderdaad de samenstelling van het vermogen, maar ook, en ik denk dat jij die ook gezien hebt, het feit dat daar een faillissement speelt. Ja, die was heel bijzonder, want een faillissementscurator is gewoon een vertegenwoordiger. Ja. Zou ik zeggen, dat zou voor de uitkomst zou dat niet moeten uitmaken. Nee. Als vermogen bij meneer A komt, precies. En meneer A is toevallig wel of niet failliet. Ja. Is dat voor een conclusie? Mag dat geen... Want dat zei het Hof, als we ze toepassen en we gaan het over beide families verdelen. Hè, we zouden de redelijkheid en billijkheid... een soort lakmoesproef letterlijk en figuurlijk. Precies, we zouden de redelijkheid en billijkheid haar werk laten doen. Dan zou het betekenen dat één van de erfgenamen, ik geloof aan de kant van meneer, dat die was failliet. En dan zou de faillissementcurator met een deel van het vermogen gaan... ervan doorgaan. Hè? Dat zou een deel... Zo van wie kan dat nu gewild hebben? Maar ik denk dat die faillissementscurator net heel neutraal... Als dat is het leven. Hè? Ook al zouden er 10 vertegenwoordiger van... die komt dat geld ophalen... Precies. Nadat je die conclusie getrokken hebt. Ja. Waar gaat dat... Ik vond het opmerkelijk dat toch zo'n redelijke zware rol speelt... in de afweging om redelijkheid en billijkheid... niet van toepassing te laten zijn. Ja, en vooral dat woordje uitzonderlijk. Ja, daar had toch wel... Je zou net het tegenovergestelde verwachten. En dat woordje werd gewoon als een feit op tafel gelegd. Als je het dan over onderbouwen hebt in de rechtspraak. Ja, exact. Dan zou ik toch wel het uitzonderlijke dan laten zien waarom het dan niet uitzonderlijk was. Want de gedachte die bij mij eigenlijk opkwam was, wat moet het dan wel uitzonderlijk zijn om het wel te laten slagen? Ja, misschien zou je door te zeggen het is uitzonderlijk, dat nog niet eens hoeven te onderbouwen. Nee, precies. Dus tenminste als het... Je zou moeten onderbouwen waarom het niet uitzonderlijk is. Omdat het toch wel een hele bijzondere casus is. Terwijl ook de media bovenop opgesprongen zijn. En ik denk wel, althans ik weet het zeker, met hele goede bedoelingen. Maar als je dan... het Hof had het er zelf ook heel erg moeilijk mee. En dan zit je volgens mij al heel dicht tegen dat uitzonderlijke. Als het Hof hier zegt... We beseffen dat dit geen gemakkelijke boodschap is voor de familie. Dat is in de inleiding al. Uiteraard. Alleen als je die tweede zin dan ook weer te letterlijk zou nemen. Nogmaals, alleen maar goede bedoelingen van het Hof. Maar als je een breder perspectief zou zetten. Het Hof vindt het daarom belangrijk om zijn beslissing aan haar zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Als je die zin zo los eruit neemt. Dan is dat natuurlijk een bijzondere mededeling. Want dat zal natuurlijk bij de rechtspraak... Dus in zoverre kan dit wel een symbolische betekenis hebben voor de rechtspraak. Dat is natuurlijk een ding in het land, in het algemeen. Van hoe ziet die rechtspraak eruit? Ja. Hoe schrijven we recht en taal? Hoe schrijven we dat soort dingen allemaal op? En dat is niet specifiek in deze zaak. Of hier is het wel goed bedoeld, maar bij wijze van spreken, als je het a contrario leest, zo van in andere gevallen, dan zou het hoef je niet uit te leggen. Precies. Ja. En uitleggen, dan zou ik het zoeken,
Ja, dat duidelijk. In dat, waarom is het niet? Dan is het in ieder geval heel pijnlijk als je dan laat vallen. Dit is niet uitzonderlijk. Nee, precies. Precies. Dat is uitzonderlijk genoeg. We zouden eigenlijk allebei een oproep willen doen om je toch de redelijkheid en billijkheid wat meer kans te geven. Ik weet ook niet of er nog een hoger uitmerking weet ik ook niet. Nee. Misschien is het ook wat feitelijk van aard wellicht. Ja. En voor de supertechnische jurist is het natuurlijk wel lekker houvast dat je zegt, de regels zijn de regels en die worden toegepast. Even op die stoel zittend. Ik vind het vertrekpunt ook nog niet zo gek dat je zegt, dat is sprake, de regel is regel. Kijk, zomaar grijpen naar de regel van de billigheid. Alleen de route van dat woordje uitzonderlijk. En je brengt me nu op een ander idee. Als je zegt, ik wil wel heel erg recht is... Rijk is recht en rijk is net rond. Ja. Wat je natuurlijk kunt doen, want dat gaat in de toekomst denk ik ook vaker weer. Niet in deze zaak, maar met de uitleg van testamenten gaan we naar links, gaan we naar rechts. Bij de notaris voel je nog wel eens wat spanning van hoe krijg ik zo'n bijzondere zaak in een verklaring van erfrecht. Ja, dat zie je inderdaad. Hoe druk ik dat uit? Kijk, als die, de notaris vindt die redelijkheid en billijkheid, zeker als die ook... Hij mag natuurlijk ook niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Maar stel dat er bijvoorbeeld zoals destijds zo'n uitspraak ook in de sfeer van de tandarts. Ja, de tandartsassistent. Die eigenlijk geen aanspraak, dat loopt nog bij de Hoge Raad. Klopt. Waar je geen aanspraak op de nalatenschap mag maken. Ja, dan zit je als notaris van, is het nu wel erfgenaam of niet? Of schrijf ik dat op met die redelijkheid en billijk? Dat zou misschien hier ook een oplossing geweest zijn. Zat ik aan te denken dat je dus zegt... Goede rechtelijk volgens de spelregeltjes met de 23 minuten zijn gewoon, is die de erfgename of zijn die de erfgename? Dat constateer je goede rechtelijk in de formele zin. Dan heb je daarmee de kritiek, eventuele kritiek precies, van de mensen die zeggen regels zijn regels. En rechtszekerheid, wie is het eigenaar, hoe kunnen we het huis ooit nog verkocht krijgen en wie laat die notaris als beschikkingsbevoegde persoon? Al dat soort vraagstukken. En dan kijk je daar heel formeel met een goede rechtelijk brilletje. Ja. En die zijn die mensen ook weer. En dan pas je, en dat is een hele mooie variant van, denk ik, van de redelijkheid en billijkheid, dat je een economische verbindenisrechtelijke correctie toepast. In de zin van, die opbrengst, jullie zijn wel goede rechtelijk beschikking en bevoegd, maar die opbrengst van dat pand of die latenschap, die gaan we... wel half bijvoorbeeld, dat soort... En dan heb je eigenlijk beide werelden gecombineerd. En dan heb je een prachtig... als je dan zegt, die rechtbank is wat te losjes geweest. Niet uitzonderlijk genoeg. Ja. Met de redelijkheid en billijkheid. Ja. Dan kun je wel heel mooi via... verbindenisrecht en goede recht... daar ook nog een soort... gevoelsmatige correctie. En dan kun je zelfs nog... want de vraag is ook wel... zeker nu ook in deze bijzondere tijden is het misschien goed om daar ook eens naar te kijken. De achterstanden van de rechtspraak. Hoe lang moet zo'n zaak liggen? Precies. Moet dit binnen, als je toch een beslissing moet nemen of iets uitzonderlijk is of niet. Ja. Moet niet iets binnen een half jaar bewijzen van... Ik wil niet alle rechters... Voor keukentafel rechtspraak. In die zin. Dat je zegt, we hoeven dan niet hele lange verhalen, maar gewoon een beslissing. Ja. En maken een verbindenisrechtelijke correctie. Of überhaupt, we kunnen nog in een latere fase gaan stoeien voor wie die opbrengst is van die koopsom. Maar dan hebben we al een principiële uitspraak. Allerlei dingen zijn denkbaar. Ik heb in mijn, misschien dat dat voor deze tijd wel aardig is. Voor gauw zouden we niet dat hele erfrecht, zouden we niet dat hele huwelijksvermogensrecht, een van mijn stellingen in een proefschrift, zouden we dan niet een soort informele, wat lossere rechtspraak van kunnen maken. Moet je wel dat heel mooi allemaal op papier krijgen en maandenlang precies daarop zitten. Nu is dat ook al een beetje het gebeuren hier en daar. En we zouden voor mijn gevoel nog een slag kunnen maken precies. Door de bijzondere tijden die zijn van we werken er nog allemaal wat sneller af. Ja. Misschien een beslechtje bij wijze van spreken met niet met hele lange teksten, maar bij wijze van spreken met 10 e-mailtjes van we hebben 10 deskundigen daarna laten kijken. Of in ieder geval een basisteam met 3 hebben we er wat beter naar gekeken. En we trekken het wat ruimer binnen de rechtelijke macht van
dat we heel snel die zaken ook kunnen afdoen. Ja. Van een ruimer team kijkt er naar zonder al te veel. Ja, want als je hier naar de tijdsverloop kijkt, dan hebben we in 2016 het overlijden gehad. Of ergens eind 2016 zijn. Ja. En dan hebben we in 2020 hebben we nu de hofuitspraak. Ja, dus die families die hebben 4,5 jaar in... Precies. Dus, dus we krijgen nu wat extra vertraging nog op de rechtspraak. Je zou kunnen zeggen, is het nu... door deze tijden is de tijd niet rijp om het gewoon helemaal anders aan te pakken. Ja. En ik denk dat als je kijkt naar huwelijksvermogensrecht, erfrecht, dat is een eigen cultuur toch geworden. Zeker dat erfrecht de laatste jaren gaat ook richting een hele eigen cultuur. Precies. Zou je er niet ook een heel eigen informeel wereldje omheen kunnen... kunnen bouwen. Kijk, we hebben natuurlijk wel, snap ik ook, arbiters en dat soort dingen. Maar moeten we dan niet wat sneller die kant uit gaan? Ja, wellicht zou dit een mooie aanleiding zijn. Ik bedoel, deze tijd heeft sowieso al bewezen, voor ons persoonlijk al. Ja. Het feit dat wij hier voor deze camera zitten, dames en heren, is het gevolg dat wij aan een keukentafel, toen nog op 2 meter, want we vonden 1,5 meter toen nog riskant, hebben we bedacht om te kijken, gunt dit nu deze tijd ons niet het momentum om eens eindelijk een keer die lang gekoesterde wens van ons beiden, in die 20 jaar dat we elkaar kennen. Natuurlijk niet de eerste 20 jaar, want de eerste paar jaar toen was ik nog student. Maar je was ook net in deze tijd benoemd. Dus ja, ook dat. Ook dat. Dus om eens een keer te zeggen, kunnen we niet aan de keukentafel eens even rustig over het recht gaan praten. Ja. En eigenlijk deze gesprekken hebben we wel eens telefonisch gehad of in de treincoupé als we elkaar tegenkwamen. Ja. En tegenwoordig lukt het met zo'n mondkapje op. Lukt het natuurlijk niet echt om gesprekken te... Ik zie dat je er een van de NEC hebt. Ik ben aan het inburgeren, je ziet het. Ja. Mijn vrienden in de Twente zullen me nu dit niet in dank afnemen, maar dit is wel... Ik doe op station Arnhem doe ik hem ook binnenste buiten. Maar normaal gesproken dan reis ik zo. Ja, ik heb geprobeerd om eentje van Bayern München te krijgen, maar die zijn allemaal... Die zijn allemaal uitverkocht. Nooit. Maar misschien is het wie weet, vrouwen justitia, we zijn nu toch kritisch. Misschien dat vrouwen justitia nu eindelijk die blinddoek wellicht dus laat zakken. Af gaat doen en zeggen met een soort tussenfase. We maken er een mondkapje. Dat tijdelijk een mondkapje en dan gaat die opeens helemaal weg. Ja. Want dan kun je natuurlijk ook, dat is allemaal mooi, vrouwen justitia met de blinddoek. Ja, precies. Maar wat met de blinddoek goed kijken wat wel of niet uitzonderlijk is. Mm. Dat is natuurlijk ook. Hè. Misschien is de tijd nu van hup, weg die blinddoek. Ja. Laten we heel concreet kijken. Niet meer te veel op papieren zetten. Soms bij technische uitspraken wel. Maar het blijft een bijzondere zaak. Ik zou bijna zeggen, alles wat je hier doet is wellicht niet goed. Het is ook lastig om hier... Tuurlijk. We kregen er allebei een bepaald, hadden gezegd van we pakken wat bijzondere rechtspraken. Ja. En we pakten allebei los van elkaar dezelfde punten hieruit. En ook van, dit is niet een uitspraak überhaupt die iedere dag voorbij bijkomt. Wat ons betreft was die wel de uitspraak van de maand, of niet van de afgelopen maanden. Zeker wel ging die gelijk in onze beide hoofden op. Ja, en ik realiseer me nu, als de kijkers zelf thuis iets hebben liggen van... Ja, absoluut. Dat vinden we zo'n rare uitspraak. Jongens, jullie zitten daar toch gezellig aan die keukentafel kletseren ze over. Dan nemen we dat met veel plezier. We printen hem uit en we leggen hem op de stapel. Dan is de boel aardig op slot, maar dat is even niet anders. Ja, want dat was ik wel even benieuwd naar, Bernard. Hoe jij nou tegen het onderwijs aankijkt in deze bijzondere tijd en met name de mogelijkheid voor de student om aangehaakt te blijven. Hè? Want wij hebben natuurlijk graag dat de studenten betrokken blijven en ook op de hoogte blijven, maar ook aangehaakt blijven in de juridische maatschappij. Mm-hmm. Zie jij daar nog iets? Ja, ik heb wel eens de term klapstoeltje laten vallen. Dus is de fase van het klapstoeltje niet aangebroken nu. Kijk, je ziet de studenten lopen van huis uit met rugzakjes, flesjes water en noem maar op. Mm-hmm. Uiteraard hebben ze ook het laptopje bij zich. Maar is misschien niet het moment nu gekomen. Maar het begint met, aan de ene kant zijn we natuurlijk heel voorzichtig. Mm. Maar de instelling toch... Zouden we zeker, hè? Kijk maar eens naar buiten hier. Ja, ik zie daar hele vlaktes aan de andere kant van de Waal. Klapstoeltjes. Ja. Kan die student niet ook op zijn fietsje of zijn tasje? Zo'n heel klein, kijk, ik pas misschien niet op dat rek, dat is wel rond, maar ik pas misschien niet op het klapstoeltje
Maar ja, ik mag wat ronddachtelen en vertellen. En ja, de zon blijft schijnen, heb ik begrepen. Tot de kerst blijven 30 graden. Dus wat dat betreft hoeven we ons ook niet te veel lastig te laten vallen. Maar daarmee heb je eigenlijk het beste van de twee werelden. Hè? Je hebt en het live onderwijs. Ja. Maar ook wel de zeg maar toch iets in de digitalisering waar we tegenwoordig dan ook wel de voordelen van zien. Hè? Zeker. Het woordje hybride zal vallen. Hybride? Ja. Ik ben nog niet toe aan het hybride klapstoeltjes. Nee, ik ook niet. Maar wel in de zin van... Oké, we zitten natuurlijk met die 1,5 meter, maar ik wou vooral even ook een pleidooi van, het is ook vaak een manier van denken in de zin van, we kennen de term, is het glas half vol of is het glas half leeg? In de zin van, zien wij openluchttheaterachtige mogelijkheden? Ja. En als je dan inderdaad naar de mix gaat zoeken... Ja. En nogmaals ook een beetje, zijn er maar voor de contactuurtjes... Precies. Dat je wel met dat fietsje... Ja. Bij wijze van spreken de Ooypolder en fiets en daar een verhaaltje verteld. Dat is jouw ervaring toch ook, Bernard, dat je niet alleen maar tijdens die overdrachtmomenten van een college het contact hebt, maar juist in die momentjes tussen pauze, hè? Daar speelt het zich af. Bij dat klapstoeltje. En de pauze, daar je het meeste. Sowieso wil je dat oogcontact, hè? Ja. Die oog staat de tekst. En dat is iets anders dan een digitale oogcontact in Zoom of in het Ja, is niet te vergelijken. Nee. Ja, dus, ik las in de krant dat een Italiaanse professor gezegd had, als je te vaak op dat beeldscherm zit te staren, dan raak je vanzelf in de rouw, bij wijze van spreken. En ik was al bang dat... De hele ziel komt in de rouw. Precies. Ja, dus dat is ook, ik dacht al inderdaad van... Ik was wel bang dat het aan mij lag, want ik voel me na 3 uur zoomen, voel ik me uitgeput als docent. Terwijl ik normaal gesproken van rustig van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds in de zaal sta te kletsen. Ja. Dus dat is nu op aangetrokken. Maar ik was dus in de rouw. Ja. Kwam ik achteraf. Ja. Ik was in de rouw door dat proces. Maar in het klein zag ik de rouw ook al verdwijnen. Toen er op de niet nader te noemen keukentafel. In het begin van de bijzondere tijd. Ja. Nog wijn en bitterballen op tafel kwamen. En prof in prof geboren werd. Ja, dat was natuurlijk er zijn best wel wat. We zullen hier geen aantallen noemen. Maar er zijn ook best wel wat bitterballetjes aan die keukentafel. Voorbijgekomen. Maar aan de andere kant is er ook flink gewoon. En uiteraard. Langs de Maria Kapelletjes. Ja, wat dat betreft. Ja. Komt dat allemaal wel weer goed. Maar inderdaad, het woord klapstoeltje, openlucht, hybride. Dus ik denk wel dat we in september wellicht iets optimistischer. Ja. We zijn alleen ook wel voorzichtig. Maar wel iets half vol, half leeg. Ja. Denk ik dat we wel de mogelijkheden dat moeten. Maar dan vooral niet de mogelijkheid in de zin van... Hij zit voor dat schermpje. Nee, maar toch vanuit een klein knus zaaltje. Denk ik ook. En dat kun je dan... Of weiland. Weiland, of in ieder geval kun je dat uitzenden. En hoe erg zou het als student zijn om herinnerd te worden als de klapstoelgeneratie? Ja, ik zou de geuzennaam vinden, toch? Precies. Van jij was erbij. Nee, maar het klapstoeltje geeft eigenlijk aan van je kunt van je leven het beste maken. Precies, dat is het. Hoe gebrekkig zo'n klapstoeltje ook is, maar je kunt van je leven. Precies. Je kunt gaan kniezen, maar je kunt ook het beste ervan van maken. En nu ik toch in de stelling aan het bladeren was van het proefschrift, hij kwam ik inderdaad. Mooi in het ramen, Bernard. Nou ja, maar er staat nog een mooiere naast. Staat nog van de zoon. De doktervader en de dokterzoon. Maar in ieder geval, we hadden zelf nog eens even in de stellingen gebladerd. Van wat kunnen we in deze bijzondere tijd. Want dat is ook alweer best wel lang geleden. Wat geldt misschien nog wel en wat geldt, wat geldt niet. En een van mijn stellingen was in ieder geval, vandaar ook de spijzenwagen. De trein is een rijdend terras. Maar dat hebben we niet meer kunnen uitoefenen. Dus dat gaan we binnenkort. Daar staan we nog wel volledig achter. Binnenkort gaan we wel degelijk een lekkere mooie reis maken in de spijzenwagen. Misschien zelfs daar wat opnames maken. Ik wilde net zeggen, ik sluit niet uit dat Prof en Prof ook eens een keer vanuit een coupé wordt uitgezonden. Kan allemaal. Ja, ja. Niet de stilte coupé neem ik aan. Ja. Nee. Maar nogmaals, we hopen dat we snel weer aan de slag kunnen uiteraard. En je had je proefschrift ook meegenomen? Had jij ook nog gebladerd door de stelling? Ja, ik heb ze nog even bekeken. Ik heb er eentje die een beetje à la Wilmink is. Mm-hmm. Ik vergeet mij dat ik weer een accent misschien toch even voor de camera weer wat ondertiteling. Wel te veel nadenkt,
Mm-hmm. Kreeg weinig heu op de greep. Kijk. Dus ergens ligt een heel mooi midden tussen arbeid en mm-hmm. nadenken. Nou is het wel zo dat arbeid en nadenken elkaar niet uit hoeven te slapen. Nee, sluiten. Ons werk bestaat uit nadenken, hè, mm-hmm. voor een groot deel. En nadenken kan ook met een groot glas bier in je hand. Zeker. Of wijn of iets anders. Maar de boodschap die hierin zit van ergens, en dat bracht mij in coronatijd wel tot stilstand, letterlijk en figuurlijk. Hè, dat je ook eens een keer moet nadenken van hè, even aan een afstandje naar jezelf kijken. Van ben ik nou nog steeds aan het doen wat ik leuk vind? Nou, gelukkig wel. Dat kijk je door deze tijd. Maar ook af en toe dat je niet moet blijven hangen. En met name als je negatieve gedachten hebt, niet te lang moet blijven hangen. En ook af en toe gewoon aan de slag. Ja, hè? Wat zijn de kansen weer voor een nieuw projectje? Sla het boekje open, kijk wat je... En de andere stelling die ik vond, dat vond ik ook wel een leuke, maar dat was... Die is afgeleid van, ja, dat kan ook niet anders, het onderwerp is kavelrel, maar ik kan hem ook voor ieder andere juridisch onderwerp kan ik hem toepassen. Zonder een combinatie van voldoende civielrechtelijke en fiscale kennis is de kavelrel, maar dit kun je dus breder trekken, niet in zijn volle omvang door de gronden. Multilingualisme is derhalve een basisvereiste. He, dus meerdere talen kunnen spreken, dat vond ik wel een... En dat doen we eigenlijk, hè? Ja. Civiel, fiscaal, alles komt bij elkaar. Ik wil zeggen, dat bindt ons ook heel erg van inderdaad. Hè, dat fiscale sausje over dingen heen geeft altijd een extra dimensie. En dat maakt het zeker rond. Precies, en geeft een extra prikkel. Dus, en sterker nog, ik zou de overheid om zoveel mogelijk belasting terug te geven. Zoveel mogelijk belasting te innen. Zit dat de mens op zoveel mogelijk fiscale wetgeving de grensjes op te zoeken. Precies. Of net niet. En dus, je moet je met een blij hart... Bernard, toen je het net had over grenzen opzoeken, dan moest ik gelijk denken aan een van de stellingen uit mijn proefschrift. Want daar stond ook grensverkenning kent zijn grenzen. En dat is in deze tijd van corona met mensen die niet op vakantie konden natuurlijk super actueel. Hè? Grensverkenning, ja, dat heeft ook weer zijn beperkingen. En vanuit mijn proefschrift uiteraard, hè, we hebben het al genoemd, gaat het over de kavelruil. En... Ja, we hebben de uitspraak van de week al besproken, van de maand al besproken, maar ik heb er nog eentje voor je. Als toetje. Zeker. Als toetje. Rechtbank Oost-Brabant, 19 februari 2020. Wat mij betreft nog wel eens een mooie les voor de notarissen. En als ik straks weer de zaal in mag, zal ik ze hierop op wijzen. De notaris schiet tekort. Ja, die krijgen het een beetje. We zitten hier in Oost-Brabant. Dus kans dat jij met iets agrarisch nu gaat aankomen, die is dan wel heel groot. Die kans is vrij groot. Maar ik wilde verbinding zoeken met jouw eigen vakgebied, want het ging om samenwoners. En ook agrariërs wonen samen. Hè, maar het gaat met name om de verdeling, naar aanleiding van een samenlevingsovereenkomst, gezamenlijk verkregen vermogen. En daar fietste een ruilverkaveling doorheen. Wat gebeurde er hier? 15-1 letter Gerard zitten we. Letter Gerard zitten we, ja. Okay. En dat weten we allemaal. Daar heb ik de notarissen in het land al regelmatig op gewezen. En ook de medewerkers. Hè, bij de ruilverkaveling treedt een bijzonderheid op. De akte die heeft titel zuiverende werking. Daar heb jij geloof ik al eens in een pre-advies voor de KNB over geschreven. Een aantal jaar geleden kwam dat voor in een van jouw stukken. Heb ik onthouden. Rien ne va plus. Daar zijn we. Rien ne va plus. Er ontstaat een nul situatie na de akte van ruilverkaveling. Die geldt als titel voor alle rechten die daarin verkregen zijn. En dan zou je in principe zeggen, even terug naar de casus rechtbank Oost-Brabant. De samenwoners hadden de gezamenlijke verkrijging. En die werd uitgewist door de akte van ruilverkaveling. Maar, en dat is de les voor de notariaat. Fiscaal gezien, en daar zie je weer... De wisselwerking civiel-fiscaal. Fiscaal gezien geldt een ander principe, namelijk het zaaksvervangingsprincipe. He, dat zou jou niet onbekend zijn. Het surrogationsprincipe, zeggen onze oosterburen. En dat wil zeggen, uitspraak uit 1997 wordt hier ook netjes naar verwezen door de rechter. He, dat betekent dat een verkrijging voorafgaand aan die titelzuivering in fiscale zin niet fataal is. Met andere woorden, je raakt de gezamenlijke verkrijging. Het etiketje samenwonen, het etiketje 15 Gerard, blijft... Op de verkrijging rusten, ondanks die allesvernietigende titelzuivering. En de notaris had dit moeten weten. En de notaris is hier zelfs aansprakelijk gesteld, aangesproken, op basis van een tekortschieten. He, dus had hij, mensen waren op oorlogspad, ze hadden meer klachten tegen de notaris. Maar een van de dragende argumenten luidde, de notaris had moeten zien dat hier een ruilverkaveling was. He, alleen al door het vele rectificaties die er zijn ingediend naar de hand nog. En die heeft niet gehandeld met een zorg
die van een redelijk en vakbekwame notaris had moeten worden verwacht. Ja, recht is rond, civiel en fiscaal. Ja, dat komt hier maar weer eens terug. Hè? Ook de niet-agrarische notaris, want dit was niet per se een agrarische notaris. Die moet op de hoogte zijn van de titelzuivering en de uitzonderingen die de fiscale wetgever daarop gemaakt heeft. Mm-hmm. Maar we willen ook niet hier een uitzending met het vingertje omhoog natuurlijk. Absoluut alleen, niet, de vingertjes blijven naar beneden. Alleen, inderdaad, hou je dat soort dingetjes steeds in het de eye-opener, achterhoofd. De eye-opener, precies. Die ruilverkaveling duikt natuurlijk nog wel eens in het land hier en daar op. En heeft dus enorme gevolgen, maar vooral die fiscale bijzonderheden. Er moet in ieder geval lampjes gaan branden op de juiste manier. Geen vingertjes, nee, maar lampjes. Dat is het. Ja, dus zeer hartstikke mooi. En zeker ook de verbinding met jouw beroepsleven. Ja. In de zin van, je begint ooit ergens te graven. En dat gaat helemaal zijn eigen leven leiden. Ja. Letterlijk in de rest van je leven. Precies. Daar komt zo'n beroepsschrift ook weer in terug. Zeker. Maar sterker nog, ik heb een van de stellingen. Ja, we blijven maar over stellingen praten vandaag. Een van de stellingen in mijn proefschrift was ook om die fiscale zaakvervanging nou eens in de wet te zetten. Ja. Want deze notaris, die werd erop aangesproken dat hij een uitspraakje uit 1997. Hij heeft een uitspraakje uit 1997 over het hoofd gezien. Terwijl ik zou zeggen, wetgever, regel dat gewoon over de hele linie. Dat de titelzuivering niet geldt in fiscale zin. En dan ben je eigenlijk waar je zijn moet. Zeker. Dus dat is eigenlijk een oproep die ik in 2014, zolang is het alweer geleden, gedaan heb. Ja, maar lees het thuis nog eens door, zou ik zeggen. Ja. Ja. Hou het in je achterhoofd. Rien Vaplu is relatief. In civiele zin. En mensen zitten nu wel thuis en hebben wat literatuur nodig. Kwamen we nog een boek tegen. Ja. Althans, dat was een uitspraak. Maar voor de mensen die graag nu lezen of onderweg zijn met de klapstoeltjes. Precies. Hier en daar in het weilandje neerzetten. Dit is een aanrader. Vroeger stond dat ook op ieder notariskantoor. Je weet het allemaal. De notariële, de arts notariatus. Maar het mooie aan dit boek is ook buiten de... We hebben ook vele niet-notariële kijkers van financiële planners. Tot juridische studenten, tot advocaten, wat dan ook. Rechters, dit is een aanradertje. Dus die wouden we zeker even laten vallen. In de uitzending van notariaat tot rechtspraak. Ja. Gekoppeld aan een notariële grootheid, professor Stollenwerk, zijn afscheidersrechter, notaris. Mooie onderwerpen allemaal die in elkaar overlopen. Nou, de jeugd houdt niet meer van hele dikke boeken. Nee, het boekje is handzaam, niet te dik, handzaam. Allemaal mooie, korte verhaaltjes. Ook als niet-notarieel is dit zo civiel en fiscaal en gemixt. Prachtige onderwerpen van de papieren schuldigerkenning van Nicole Gubbels tot de Boranitiek van Rudolf Jansen, Peter Blokland, wat je niet hebt gekregen, kun je ook niet kwijtraken. Mooi. Allemaal Wouter Burgaard, voor wiens rekening komt de erfbelasting, zo kan ik maar doorgaan. Allemaal prachtige onderwerpen in de notariële, civiele, fiscale, rechtelijke machtssfeer. Zou je nog tussen twee actes door? Zou je precies, Leon Verstappen, duurzame estateplanner, dus alleen al de titeltjes. Ja. Dames en heren, van notariaat tot rechtspraak, nummertje 171 in mooi. De serie Arts Notariatus. Lees hem, neem hem door. We zullen niet iedere uitzending controleren of alles wel gelezen is, maar we gaan ervan uit dat de volgende keer... Ik denk wel dat het begrip prof en boek, dat het wel gaat blijven bekleiden. Precies, prof en boek. We zullen altijd wel een boek bij de hand hebben. En natuurlijk, we krijgen de druk door deze uitzending. Hè? Ja. Prof en film. Ja. Morgen hebben we weer wat leuks. Ja. Jij hebt het oosten al... laten vallen. Je hebt Wilming al laten vallen. Ja. Maar ook daar loopt nog een lijntje. Ik weet niet of de kijkers thuis weten waar Wilming eigenlijk gebleven is. In het hiernamaals. Ja. Hij ligt geloof ik, en we zijn er allebei fan van. Hij ligt geloof ik bij Herman Vinkers thuis gezellig in de tuin. Klopt. Want hij wilde niet mee, was het verhaal geloof zijn ik. Zijn vrouw ging naar Almere, naar het overlijden. En zijn vrouw wilde het hem niet aandoen om hem mee te nemen in de urn naar Almere. Omdat hij dan bang was, omdat zij bang was dat hij dan ging spoken. Hè, dat hij haar bleef achtervolgen. Dus ze hebben hem veilig
in zijn geboortegrond gelaten, hè, in zijn geboortegebied. En hij ligt nu inderdaad bij Herman Vinkers in de gemeente waar ik opgegroeid ben. De gemeente Losser, Beuningen, het plaatsje Beuningen, niet te verwarren met Beuningen in Nijmegen. Daar ligt hij in de tuin van Herman Vinkers begraven. Hoe mooi kun je het hebben? De cirkel is rond, recht is rond. Dat dromen we allemaal van, toch? Precies. Wie zou er niet in de tuin van Herman Vinkers willen eindigen, precies, zou ik zeggen. Precies. En daar is Wilmink op dit moment... maar ja, is Vinkers is inderdaad onze... Ja, dat is inderdaad voor morgen iets, ja, hè, want... we hebben onder de noemer prof en film, dus ja, we krijgen er nu ook allemaal taakjes bij. We zullen nog meer moeten lezen als we al deden. Maar, het is geen maar straf, morgen vroeg om 11:30, want dat is vroeg, is dan relatief gezellig. Gaan we naar de beentjes van Sint Hildegard, ja, en laat daar toevallig Herman Vinkers de hoofdrol, klopt, spelen. En voor ons is het ook een beetje studeren morgen als, ja, lol hebben, want we willen de volgende uitzending ook aandacht besteden aan het arrest van de Hoge Raad over de dementie. Ja. Waar, ja, eigenlijk nog weinig over te horen. Ja, over dementie uiteraard, maar het technische aspecten, klopt, van ja, dementie heeft de Hoge Raad een prachtig arrest, ja, gewezen. We zijn dat aan het bestuderen, we gaan het bestuderen. We vonden eigenlijk dat we juridische techniek en het lolletje weer moesten, ja, proberen onder de noemer recht is om te combineren. Precies, precies. Dus morgen bij de film van Herman Vinkers, ja, de beentjes van Sint, misschien komen er nog wel beentjes. Misschien wel. Maar de beentjes van Sint Hildegard. Maar daarmee staan wij ook met onze beide beentjes weer in de maatschappij. Ja, zo is het. En als de mensen zeggen we willen mee groeien in de uitzendingen om alles goed te kunnen volgen. Het staat u vrij. Ja. Ga voor de volgende uitzending. Daar zit u er lekker in. Ja. Ga nog eens even. Wij hebben verder geen aandelen erin. Nee hoor. Maar in nergens even, overigens. Hè? Ook niet in de notariaat. Niet in Wilmink. Wij in... vertellen gewoon wat we zien en wat in ons, ja, opkomt. Ja. In de juridische wereld. Ja. Maar wij gaan naar de beentjes van Sint Hildegard. Ja. En misschien zelfs komen we ze daar tegen. Hè, de, ja, kijkers, en als u meningen heeft over de film die u met ons wilt delen. Ja, of over andere onderwerpen in dit programma. Ja, ja, dan horen we dat graag. Of via social media. Ja, of als u mee wilt discussiëren. Ja. Als je de film al, ja, al gezien hebt. Of een ander iets, ja, onder de aandacht brengen. Graag. Wij staan overal. Wij staan nooit uit. Nooit uit. Dus ja, dat wat betreft. Ja. Onze prof en rubriekjes die voorbij komen. Nou, ik heb er nog eentje en bij. Jij zult er vast nog wel eentje. Ik heb er nog eentje en dan sluiten we ook af, denk ik. Ik heb prof en podium, dat is natuurlijk waar wij voor leven. Ja, 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 het was wel even stil natuurlijk. Geen stage diving. Nee. Alleen Maria-verschijningen. Maria-verschijningen, daar hebben we nog meer over gehad. We hebben natuurlijk de Zoom-sessies gehad, maar daar wilden we snel weer vanaf. Ja. We zijn snel uitgezoomd, om het maar even zo te vertellen. Maar ons huis is natuurlijk het podium, hè? Onze plek. De eerste boeking hebben we gelukkig alweer. Die hebben we al staan. Ja, precies. We gaan... dat zal ook een mooie reis worden. We gaan naar Zeeland. Ja, geweldig. 4 december geloof ik. Ja, klopt. Gaan we daar, klopt, in het theater optreden. Dus we hebben iets... Recht is rond op de bühne. Ja, recht is rond de eerste keer. Geweldig, ja. Voor de 700 kijkers. Ja, ik weet niet of ze binnen mogen van de overheid. Althans, met de juiste contacten. Overheidsoptreden wat we met de juiste doen contacten voor de provincie. Maar we hebben al eerder een optreden staan. Hè? Daar leef ik ook al enorm naartoe namelijk. Hè? Dat is een optreden wat jij met name zelf zult gaan doen. Maar waarbij ik als organisator en eigenaar van de club die het organiseert. Mede-eigenaar zal organiseren. 25 september hè? Staat met dikke letters in die agenda. De eerste in het nieuwe, nieuwe seizoen. Dus dan, De dag voor een notariaat waarbij Bernard voorkom ruzie bij de kist. Hè? We zullen het zien. Maar, prachtig. Maar in ieder geval, we mogen weer. Hè? Dat, ja, is, dat, is, nou, dat is de belangrijkste. Klapstoeltjes mee voor het geval we naar buiten moeten. Dus als u twee mannen met klapstoeltjes de komende weken in de trein ziet, hè, dan weet u wie het zijn. Zo is het. Prachtig. Nou. Ik denk dat wij... de koffie is half op, maar ik denk dat de tijd van koffie bijna voorbij precies, is. Precies, we maken de koffie nog half leeg. Gaan we doen. En dan beginnen we wellicht aan iets sterker. Het zit erop, Bernard. De eerste uitzending. De eerste uitzending is een feit. Ja, dit is natuurlijk een bijzonder moment. Ik heb geweldig genoten. Goede koffie, goed uitzicht. Fantastisch. En ja, we zijn nu eventjes uit de lucht. Hè? We moeten even opbouwen tot de tweede uitzending. We komen uiteraard weer terug.
Maar tot die tijd kunt u ons natuurlijk op de social media, op de Instagram en op de LinkedIn kunt u ons volgen. Maar belangrijk is, vergeet niet, recht is rond.